Dit is echt heel lekker. Heel heftig. Het ziet eruit als leverworst. Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Action. Mijn naam is Floor en je kan me misschien kennen van mijn eigen YouTube kanaal of Instagram account Floor Delver. Vandaag ga ik een dag leven op Action producten. Ik ben een paar dagen geleden naar de Action geweest en daar heb ik het ook het een en ander gefilmd. En ik heb gekeken of er producten zijn die ik vandaag kan gaan eten. Heb je nou zin in deze video? Doe dan even een duimpje omhoog en abonneer op het kanaal van Action. En dan gaan jullie nu snel kijken naar de beelden die ik heb gefilmd toen ik bij de Action was. Oké, ik heb het hier in deze mand allemaal liggen en ik heb ook nog het bonnetje. Dus ik ben heel erg benieuwd of het gaat lukken en of ik er een beetje vol van ga raken. Dus we gaan snel beginnen, want het is vandaag zondag. Ik heb heel erg uitgeslapen, dus het is ondertussen al 11 uur en ik heb trek. Dus tijd voor het ontbijt. Dit is een beetje het eten en ik ga beginnen met het ontbijt, namelijk granola. Ik heb ook nog deze yoghurtjes. Ik vond het echt er heel lekker uitzien. De yoghurt en banaan heb ik meegenomen uiteindelijk. En de yoghurt en strawberry, dus de aardbei. Deze ga ik nu in de koelkast leggen. En dan ga ik deze, nou ja, misschien na het lunchen als snack, een van deze opeten. Ik heb hier heel erg veel zin in. Ik hou hier echt van. Oké, voor ontbijt vind ik het dus echt heerlijk om met yoghurt te ontbijten. Dus ik heb deze gevonden en ik had deze nog nooit gezien. Het is de roasted granola met de smaak banaan met chocola. Het ziet er echt wel heel erg lekker uit en hij heeft 30% minder suiker. Dus ik ben benieuwd of het ook niet te zoet is. Ik ga nu even mijn yoghurtje pakken en dan ga ik dit er doorheen stoppen. Het ruikt in ieder geval wel heel lekker en het ziet er ook heel goed uit. Oké, ik heb uiteindelijk mijn yoghurtje, de granola erin gedaan en nog wat kaneel en honing. Ik weet niet hoe ik dit ga laten zien. Zo. Ik ben echt heel erg benieuwd naar de smaak, dus laten we het snel proeven. Oké, met de banaan en alles erbij in. De honing en kaneel maken me echt helemaal af. Echt heel lekker. Goedgekeurd. De granola die kost trouwens 1,49 euro. Ik heb even op het bonnetje gekeken. Bij het ontbijt neem ik altijd nog een kopje thee. En ik zag deze liggen met de smaak groene thee en kaneel. Ik ben echt heel benieuwd of dit lekker is. De combinatie met groene thee en kaneel heb ik nog nooit gehad. En deze thee die kost 1,99 euro. Dus ik ga even een kopje zetten. Taste test van de thee. Oh, hij is heel kaneelachtig. Heel heftig. Het smaakt een beetje naar gemmen met kaneel. Je moet ervan houden, hij is heftig. Ik ben een video op dit moment aan het editen en ik had opeens zin, of ik heb opeens zin, in, hoe noem je dat, zo'n, ik noemde het vroeger altijd zuigertje, maar dit knijpfruit ding, zin in. Oké, banaan, aardbei, banaan, aardbei. Aardbei. Dit is dus yoghurt met aardbei en een puree van paarse wortel. Oké, dit kan toch niet fout zijn? Oh mijn god, het is ook echt een beetje paars, bruin. Het ziet eruit als leverworst. Oh, lekker. Het is dus nu 11:50 en ik ga deze lekker opeten. En dan ga ik, denk rond 1:30, want ik heb laat ontbeten, ga ik dan lunch maken. Tijd voor de lunch. Het is 1:04 en ik heb wel een beetje trek gekregen al.
Voor de lunch heb ik deze bij de Action gehaald. De Organic Whole Grain rijsten crackertjes. Het ziet er heel lekker uit, dus ik ben benieuwd. Ze zijn vegan, glutenvrij, helemaal mooi. En ik heb noedels voor naast gehaald. Dit is de groentenoedels. De noedels zijn 23 cent en deze is 79 cent. Lunch is klaar. Ik heb hier noedels. Ik heb het lekker lang laten intrekken. Hieronder zit dan nog het water. Maar dat vind ik zelf het lekkerst. En dan hier rijstwafels met een gekookt eitje en zout en peper. Kleine taste test. Eerst van de rijstwafels. Zijn trouwens heel leuk klein. Daar kun je gewoon niet mee fout gaan. Die vind ik lekker. Hapje van de noedels. Ik ben benieuwd of deze smaak heeft, want het ziet er echt heel natuurlijk uit. Ja, hij is heel mild. Niet te kruidig. Wel heel lekker. Maar heel mild. Ik ga dit lekker opeten. Lunch is opgegeten en ik kan je vertellen, ik zit vol. Zo. Dus ik kan lekker laat avondeten, want ik zit echt pompvol. Goed, ik ben even buiten gaan zitten. Even frisse lucht halen, want ik ben druk bezig met werkdingetjes wat ik moest inhalen, want ik heb vakantie gehad. Maar het is tijd, want het is nu 3 uur, voor een snackje. En ik zag deze liggen in de schappen. Het is de peanut en caramel milk chocolate. Het ziet er echt heel erg lekker uit. Dus deze ga ik proeven. Dit is echt heel lekker. Heerlijk. Ondertussen is het alweer 5 uur en tijd voor het avondeten. Ja, wij eten altijd heel vroeg, 5 uur. Ik heb voor het avondeten dit meegenomen van de Action. Het is, wat staat daar? Kulikwik. Geen idee. In 7 minuten is het klaar, maar het is pasta, tomato, mozzarella. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik geloof dat het heel simpel is. Je doet water in de pan en dat laat je koken en dan doe je de pasta erbij in en dan laat je het dus 7 minuten koken. En dan ben je klaar. Echt heel snel ben je klaar. En ondertussen eet ik alvast een salade voor de groentes. Ik heb het eten gemaakt. Het was echt super simpel. Ik heb ook nog wat verse basilicumblaadjes opgedaan. Oh, het beslaat helemaal. Dus ik ga dit nu even proeven. Oké, het is echt nog super heet. Dus eigenlijk moet ik nog een beetje af laten koelen. Echt lekker. Dit is echt makkelijk voor een snelle hap. Het is heel mild, dus kan je bijna niet fout mee gaan. Ik vind hem echt lekker. Wel heel heet. Nou, ik ben nog lekker even dit aan het opeten. En ik heb mijn moeder ook even laten proeven. En mijn moeder is ook verbazingwekkend lekker. En je kan het natuurlijk ook heel makkelijk gebruiken als basis. En dan zelf nog verse groenten of aubergine. Of misschien gamba's of zo doorheen gooien. Zodat je hem nog een extra touch geeft. Maar de smaak is echt heel lekker. Ik ben echt fan. Dus dan was dit alweer de video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ik heb dus vandaag een dag geleefd op Action eten. En het is me echt heel goed bevallen. Je denkt al heel snel aan dat je heel veel chips, koekjes, snoepjes kan halen bij de Action. Maar Action heeft eigenlijk ook een andere kant. En je kan best wel heel erg goed nog basisdingen halen om de dag eigenlijk door te komen. Dus ja, ik ben heel erg verbaasd. Op een positieve manier. Ik ben ook heel erg benieuwd wat jou het lekkerst lijkt van deze video. Dus laat het zeker weten in de comments. Vond jij deze video nou leuk? Doe dan even dat duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op het kanaal van de Action. En ik zou het leuk vinden als je ook nog een kijkje neemt op mijn eigen YouTube kanaal. Dat is Floor Delver. En dan zie ik jullie misschien tot de volgende video. Doei doei!